En dan de aanslag in Straatsburg van afgelopen dinsdagavond heeft inmiddels voor een vijfde slachtoffer gezorgd. Heel heftig nieuws natuurlijk, maar toch blijven de kerstmarkten populair. Veel Nederlanders gaan bijvoorbeeld naar de kerstmarkt in Oberhausen. Bezoekers die hierheen gaan, die genieten van een waar kerstsprookje, maar ze staan ook steeds meer stil bij de veiligheid. Eten, shoppen, ja, kijken of we wat leuks vinden. Ja, iets voor de kleinkinderen mee te nemen en zo, ja. Superleuk. Het is heel gezellig. Vooral heel veel te eten. Dus, nee, maar ja, supergezellig. Ja, een dagje eruit, is toch leuk? Hè? In Nederland komen ze vaak, dus dan maar over de grens. Hebben jullie overwogen om niet te gaan vanwege de aanslag in Straatsburg? Ja, we waren wel een beetje afgeschrikt door de aanslagen natuurlijk. Maar ja, we hebben toch risico genomen om er naartoe te gaan. Ja. Je ziet het echt als een risico? Ja, ik zie het wel als een risico. Het is natuurlijk een plek waar veel mensen op afkomen. Dus ja, de kans is natuurlijk wel redelijk klein dat er wat gebeurt. Maar het zit toch in je achterhoofd. Nee, we laten ons niet bang maken. Hè? Dat is motto, niet bang wezen. Gewoon gaan. Gewoon gaan. Pierre, zou jij nog gaan naar de kerstmarkt? Ja, ik moet echt eerlijk bekennen, misschien ben ik wel een watje, maar ik vind het eng, dus ik ga niet. En dat heeft met de aanslag te maken? Ja, ja, en ik moet echt ook eerlijk bekennen, als ik op een groot evenement ergens ben, ook als eerste nu, gewoon kijk, al een paar jaar, waar is de uitgang voor als het zou gebeuren? Dat had ik vroeger nooit, weet je, maar nu wel, sinds al die laatste vervelende dingen allemaal. Ja.